Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie allemaal de regen hebben getrotseerd om hier te komen. Wij zijn van Groentje apetrots dat we hier mogen staan en dat wij de groene long van aan de Noordsingel mogen de eerste boom mogen planten. Ik denk een jaar geleden de vraag hebben gesteld aan Johan, kunnen wij hier bomen gaan snoeien, de fruitbomen die hier achter ons staan. Nou was Johan hartstikke blij dat we dat wilden doen. Toen zijn we wezen kijken en kwamen we tot de conclusie dat er toch wel hele slechte bomen tussen zaten. Nou, van lieverlee groeide het plan van snoeien tot het herbeplanten van dit gebied. En Johan met zijn collega hebben een prachtig ontwerp gemaakt samen met de buurtbewoners Groentje en de Imkersvereniging. En vandaag gaan wij dus de eerste boom planten samen met de buurtbewoners. Groentje zal in de toekomst de fruitbomen blijven snoeien, maar vraagt dan wel de hulp van de buurtbewoners, zodat wij onze kennis kunnen overdragen aan jullie en jullie het in de toekomst eigenlijk zonder ons kunnen doen. Dat moet lukken, zegt Corinne, dus dat gaat vast wel goed komen. Nou, wij zijn heel erg blij, ook de Imkersvereniging. Die heeft de bomen uitgezocht waar dus de bijen op afkomen en de vlinders. Er zal een prachtig bloemenveld aangelegd worden. Dus zal hier straks in de toekomst een komen en gaan zijn voor bijen en vlinders. En nou, kolibries misschien zelfs nog wel. En misschien komt hier ooit nog eens een fruitstalletje met allemaal fruit van de prachtige appelbomen hier. Dus we zien het allemaal heel vrolijk tegemoet. Groentje wenst jullie heel veel succes en heel veel plezier met dit mooie paradijsje aan de Noordsingel. Heel mooi. Heel mooi. We staan hier aan de Noordsingel en we hoorden net al de opening van Alida Bosma van Groentje. Naast mij staat Johan Vidder van de gemeente Oldebroek. Johan, kun je iets vertellen over de aanleiding van dit project? Ja, dat kan ik. Het is begonnen inderdaad, wat Ali daar net ook al zei, met het vervangen van een aantal fruitbomen, 10 stuks. Er waren wat slechte fruitbomen stonden er in het stuk hier voor ons. En ja, het Groentje had zoiets van, nou, dat moet eigenlijk veranderen en mogen wij niet meedenken daarover. En toen zijn er dus in februari, naar ik zo herinner, 10 fruitbomen geplant, zijn er ook een aantal weggezaagd. En toen stonden we dus hier bij het project te kijken. En toen was eigenlijk, kwam de opmerking van ja, het is wel heel erg haveloos. En ja, het ziet er niet uit en de bloemberm is niet mooi en het is allemaal brandnetels en kunnen we daar niet wat mee. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om de bewoners te benaderen, de omwonenden. Ook de bijenvereniging is erbij betrokken. Groentje heeft een brief gestuurd naar alle omwonenden en die waren enthousiast. Er zijn dus een aantal die staan hier achter me en die wilden ook verder denken. Meedenken met het hele project. Er zijn er 2 bewonersavonden geweest bij bijeenkomsten. En daar zijn een aantal dingen besproken en die hebben we meegenomen in een conceptontwerpje. Die is ook weer op de tweede avond gepresenteerd. En daarover waren alle mensen die aanwezig waren best enthousiast. Nou, en dat heeft geleid tot wat het nu is. En straks gaat het nog weer verder. Er zijn 2 fases. En dit is fase 1. En er worden dus een aantal bomen geplant. In het voorjaar wordt de bloemberm opgeknapt. En dan gaan we zo verder met het project. Naar achteren toe. Dus dat moet echt een groene long van wezen worden, zeg maar. En natuurlijk is de inhoud van het project heel leuk. Dat er echt heel goed is nagedacht over de invulling van deze berm. Maar ik denk ook de manier van samenwerken met de buurtbewoners. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dus ooit geroepen door de politiek en door en heel veel andere mensen. Oldebroek voor elkaar. Hè. In het verleden zijn de mensen best wel verwend tussen haakjes. De mensen die willen, de gemeente, de politiek, die wil graag dat de mensen meedenken over hun samenleving, over hun woonomgeving. En nou ja, dat mensen die wonen tegenover dit project, dat die meedenken, dat is eigenlijk al een samenwerking, een participatie. Ja, en dat komt steeds meer van de grond, omdat bewoners ook graag zelf willen bepalen waar ze tegenaan kijken. Of dat nou groen is, of een straat, of iets in die geest, dat maakt dan niet uit. Maar ze willen gewoon zelf ook graag meedenken. Nou, en dit is eigenlijk een mooi Oldebroek voor elkaar project, dat je gewoon iedereen erbij betrekt. Dat een bijenvereniging meedenkt over de boomsoorten, dat de gemeente participeert. De bewoners die willen graag meedenken en die willen graag ook dingen doen hier. Ja, dat is eigenlijk perfect. Dat is een hartstikke mooi project. En ik denk dat in de toekomst dat dit een heel mooi stuk groen wordt, wat gewoon zo lang mogelijk behouden moet blijven. Ja, lijkt me een mooi initiatief. Wat gaan we vandaag doen? Eerste bomen planten en nog meer? Nee, vandaag worden de eerste bomen gezet. En dat gaat tot aan de hoek van de Gebrandistraat. Worden de bomen geplant. En dat is dus fase 1.
En daar blijft het bij. En in het voorjaar, als het wat beter weer wordt, dan gaan we met de bloemperm aan de gang. En dan wordt ook fase 2 opgepakt. Oké, dankjewel voor de toelichting. Ik denk dat we gelijk even doorschakelen naar een van de buurtbewoners. Want hier zijn we allemaal buurtbewoners verzameld. En er staat iemand al helemaal mooi klaar met de schop. Helemaal klaar voor actie. Hallo mevrouw, kunt u vertellen wie u bent en wat u vandaag gaat doen en wat uw rol is in dit project? Ja, ik ben Carine de Bruin. Ik woon dus ook aan de Noordsingel. En ik sta er dus helemaal klaar voor, zoals je ziet. Ik heb er helemaal zin in. En dat het gewoon heel mooi groen wordt, dat is echt super. Zij hier in Wezep. En bent u ook in de voorbereidingsfase betrokken geweest? Ja. Daar ben ik ook bij geweest. En dat vind ik wel mooi, dat je mee kan denken, mee kan praten met elkaar. Van hoe het gaat worden. Dat was voor u de belangrijkste reden om er betrokken bij te raken, om mee te kunnen denken? Ja, zeker. Ja. Ik wens u vandaag en uw medebewoners veel succes met het planten. En ik neem aan dat u straks bij fase 2 ook betrokken blijft. Zeker. Heel veel succes en plezier van deze mooie groenstok straks. Ja, bedankt. Gaat lukken.